Hebben jullie ook wel zo'n momentje dat je denkt van, heb ik eerder meegemaakt? Jaguar is terug. Weer voor een dag. De reden dat ik de Jaguar weer heb is omdat we er een fotoshoot mee gaan doen vandaag. En dat doen we in Studio 34X. Dat zit in Almere. Als je geïnteresseerd bent in fotografie moet je zeker even een keertje kijken. Want je hebt hier zoveel verschillende mogelijkheden. Kijk, hier heb je een zwarte limbo muur. Klassieke setting voor de visagie. Een grote roestige metalen deur. Heel gaaf als achtergrond als je bijvoorbeeld portretten schiet. Omkleedruimte, maar eigenlijk ook een soort van studio setting. En wat vooral echt heel fijn is in deze studio is al het daglicht dat er binnenkomt. Je kan daar al een groot raam zien. Hier komt vervolgens nog een keer heel veel licht naar binnen. En nou ja, je kan natuurlijk nog altijd een keer je eigen studio flitsers neerzetten. Maar dan komt nu nog het allerleukste. Kijk, dit is dus een infinity wall en hier heb je dus een heel groot draaischijf en dan kunnen we dus die Jaguar opzetten en daardoor kan die helemaal draaien zonder dat we daar de auto voor hoeven te draaien. Die Jaguar die moet natuurlijk helemaal glimmen, dus daar hebben we de mannen van autogeport.nl, Thomas Linders, voor. Ja, dag. Het enige wat ik nog niet had verteld is dat, misschien zie je het al, ik dit keer niet achter de camera kom te staan, maar voor de camera. En dit is volgens mij ook, ik weet het wel zeker, het is mijn eerste keer dat ik echt volledig in de make-up zit. Is het nog te redden? Ja hoor, zeker. De shoot zit erop. Het was heel erg leuk om een keertje aan de andere kant van de camera te staan. Dat deed ik natuurlijk wel enigszins met het vloggen, maar nu ook gefotografeerd te worden. Wederom, het spijt me zeer, ik kan jullie nog steeds niet laten zien waarmee ik op de foto ben gegaan en waarom. Ik ben nu onderweg om de Jaguar weer terug te brengen, maar deze vlog is nog lang niet voorbij, want we gaan door naar Italië. Aangekomen in Italië, Milaan om precies te zijn. Hier ga ik de komende 2 dagen een roadtrip doen samen met Werner Budding. Hey. Voor Autovisie. Tegen de tijd dat deze video online staat, staat natuurlijk al lang de video op autovisie.nl. Dus ik zal de link even in de beschrijving zetten. Ga vooral daar ook even kijken. We gaan nog even wat car-to-car opnames maken. En de naam zegt het al, van de ene auto naar de andere auto. Om de achterkant te filmen zit je gewoon als passagier bij een andere auto aan boord en dan hang je uit het raam. Om de voorkant te filmen van die Lexus moet je natuurlijk in de kofferbak zitten. Het scheelt, deze auto heeft een vrij hoge tiltdrempel waardoor ik er niet 1, 2, 3 uit kan vallen. En omdat een handigheidje is, is als je de gordel van de achterbank uitrolt en die doe je om je middel. En daardoor zit je iets veiliger. Het nadeel van zo'n Alpenpas is natuurlijk, op het moment dat je omhoog rijdt en er rijdt een vrachtwagen voor je, kan je niet heel erg veel snelheid maken. En dat wil je natuurlijk juist wel laten zien met zo'n auto. Dus je moet even geduld hebben. En toen besloot mijn microfoon ermee op te houden, dus ik zal het even toelichten door middel van een voice-over. We waren inmiddels aangekomen op de San Bernardino Pass in Zwitserland. En hier heb ik dus die drone-shots gemaakt die jullie zojuist zagen. Dat heb ik gedaan met de DJI Mavic Pro, een hele kleine compacte drone. Maar ondanks dat hij heel compact is, is hij toch nog goed bestand tegen aardig wat wind. Je kan zien aan mijn haren dat het behoorlijk hard waait.
En je wilt natuurlijk door middel van zo'n drone de wijdheid van zo'n landschap laten zien hoe die weg helemaal omhoog kronkelt. En het mooie nog aan die drone is dat je gewoon maar op één knop hoeft te drukken en dan komt die automatisch terug naar de plek waar die is opgestegen. Event door naar het andere. Ik ben inmiddels op circuitpark Zandvoort en ik ben hier voor de tijdens de historic Grand Prix. Het is echt zo'n vet event. Ik ben hier een paar keer eerder geweest, maar alles uit jaren 80, 70, 60 rijdt hier en ook gaat ook echt gewoon vol uit. Kijk even achter me. Ik denk niet dat ik het ga winnen. Zo'n bijzonder evenement vinden. Echt iedereen van jong tot oud loopt hier. En echt allerlei auto's hier, bijvoorbeeld weer de Porsche parking. Maar echt vanaf de tribunes tot aan de andere kant van Zandvoort staat het helemaal vol met mensen, met oude Formule 1 auto's. Waar geknutseld wordt, oude auto's van Schumacher, oude auto van Senna. En het event duurt gewoon 3 dagen lang. Het leuke aan dit event is dat het heel bereikbaar is. Je kan gewoon bij de auto's komen, ook al zijn ze eraan te knutselen. Iedereen loopt gewoon rond. Gijs van Lennep, Jan Lammers, noem ze allemaal maar. Je kan ze gewoon vragen stellen, je kan hem mee op de foto. Dat is gewoon echt het leuke aan het event, is dat je er gewoon, het is zo toegankelijk. Dat was het weer voor deze vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet nog om even te abonneren. En ik zie je heel graag in de volgende video. Bekende auto trouwens, hè?